Hey, Bart Valkenier hier van MaakIetsMedia.nl en welkom bij deze Word training. In deze video de randen, oftewel de marges van je papier instellen. Check de hele training op MaakIetsMedia.nl slash Word. Ja, marge zou je kunnen omschrijven als ruimte of in, in dit geval de, ja, de rand van je pagina. Ik heb eventjes hier vier pagina's met wat tekst uit het, de kwalverslagopdracht. Nou, kom je nou tegen. Wat bedoel ik met rand? Dat zijn eigenlijk uh, deze stukjes die hier, zeg maar zo, uh, de rand van het papier waar uh, geen tekst komt. Nou, en dat noem je dus het marge van je papier. En die kun je uiteraard uh, instellen. En dat doe je op dezelfde plek als uh, net. Bij indeling vind je hier naast formaat afdrukstand ook de marges heen. Helemaal aan die kant. En als je daarop klikt, krijg je misschien een beetje veel uh, mogelijkheden. Maar komt goed. Je hebt hier, zeg maar, standaard. Staat hij op normaal? En dan staat boven, links, onder en rechts. Boven 2,5, links 2,5 en overal 2,5. Dus die rand van het papier waar geen tekst komt, is dus 2,5 centimeter. Je kan ook op smal klikken en dan uh, is het stukje smaller. En dan past het opeens op drie pagina's. Maar je kan hem ook op breed zetten. En dan heb ik opeens vijf pagina's, omdat hij dus hier super brede marges heeft. Uh, randen heeft waar geen tekst komt. Uiteraard kun je dit ook zelf instellen door hier heb je aangepaste marges. En dan krijg ik hier een uh, schermpje en dan vind je hier marges uh, bovenonder links en rechts. En stel je voor ik wil dat die uh, precies 2 uh, centimeter moet zijn. Dan klik ik, typ ik overal 2 centimeter in en doe ik gewoon op oké. Okay. En dan heb ik overal dus een uh, marge van precies 2 centimeter te Pakken. Maar dat kan je ook op een andere manier en op een andere plek doen. Ga maar mee naar beeld? En als je op beeld klikt, hier zo, dan krijg je hier ook alle instellingen. Nou, komt goed. Wat je moet hebben, is deze. Hier staat lineaal. En dit vinkje moet je eventjes aanzetten. En wat krijg je dan? Dan krijg je hier ook een lineaal. Dus hier een lineaal aan deze kant en aan deze kant. En de maten die je hier ziet staan zijn ook echt de centimeters. Nou, en dat is heel handig zo lineaal. En je biedt ook zeg maar van die driehoekjes en zo. En nou, daar gaan we het later wel een keertje over hebben. Maar wat je hier hebt, zeg maar, als je met je muis zo precies zo hier gaat, dan wordt het zo'n uh, pijltje met twee kanten een uh, pijltje. En dan kun je op die manier dus die marge um, aanpassen. Nou, ik ben allemaal aan het opnemen hier op mijn computer, allemaal dingen aanstaan. Dus hij heeft er een beetje moeite mee, maar dan kun je dus op die manier aan de beide kanten, links en rechts en boven en onder, dus ook die marges aanpassen. En het kan handig zijn als je wil zorgen dat iets precies nog net wel uh, op een bladzijde past. Dus die marges aanpassen doe je dus bij indeling. Marges eentje standaard kiezen. Of bij aangepaste marges kan je het er zelf intypen. Of bij beeld zet je dus die lineaal aan. En dan kan je hier, en dan moet je dus niet op die uh, driehoekjes klikken, maar zorgen dat je echt die lineaal zo op het een beetje verschuift. Op die manier kan je dus ook de marges, je randen van je pagina waar geen tekst komt aanpassen. Fix het!